Nou, het, uh, het is niet zo dat dat nou een nieuwe fase in de uh, oorlog lijkt in te luiden. Ik denk wel dat het een belangrijke mijlpaal is, met name ook voor, uh, voor Poetin. Uh, omdat, dit, omdat hij nu feitelijk kan zeggen dat hij Mariupol heeft ingenomen. Dat is altijd belangrijk voor hem geweest, omdat het de verbinding vormt uh, naar de Krim. Uh, en hij kan dus nu uh, in feite een succes, uh, en dat zou je strategisch kunnen noemen, hij kan een, stra een succes kan hij claimen. Ja, eindelijk zou je bijna zeggen. Eindelijk, zou je bijna zeggen, ja. Ja, ja. Meneer Ten Broeke, er waren nog allerlei Oekraïnse militairen in, in, ja. die, in die staalfabriek. Wat gaat er met die mannen gebeuren? Het lijkt erop dat in ieder geval uh, de, uh, de mensen die vandaag... en gisteren is ook al een beetje begonnen zijn, geëvacueerd... Um, uh, eerst overigens naar Russisch of door Russen uh, beheerd gebied... gebied uh, dat die weer uh, worden uitgeruild tegen gevangenen. Dus die zouden dan hun levens kunnen worden gespaard. Weten we dat zeker? Nou, we kunnen niet zeker weten, want we hebben natuurlijk de afgelopen maanden... en dat is de ellende, de humanitaire tragedie van de Mariupol... die nog uh, lang in onze geschiedenisboeken zal staan... Um, is dat uh, vluchtelingen beschoten zijn... De VN op geen enkel moment erin is geslaagd om daar evacuatie te regelen. In die zin lijkt het erg op Aleppo, waar we dat ook zes, zeven keer vergeefs hebben gezien en toen pas ging het lukken. Dus laten we hopen dat het dit keer het geval is.